Sorry, maar ik weet niet of iemand het al heeft meegemaakt, maar ik zou gewoon zeggen, probeer het thuis ook eens. Mama, kijk hoe schattig. En als klik, klikt het niet. Klikt het niet. Klik, klik. Hi guys, welcome to another episode of The Juice. My name is Onella. And it's Elsie. Yes. So today we have invited Lisa from Big Brother. She just got out of the house, so it's exclusive, you know? Today we're going to do the remix, you know? Because we're going to do the interview in Dutch. Waarom doet eigenlijk iemand mee met Big Brother? Waarom niet? Nee, ik wou het altijd al doen. Vroeger was ik fan van Big Brother. Mm-hmm. En ik dacht, als dat terugkomt op tv, dan schrijf ik me sowieso in. Dus ik hoorde op een dag dat Big Brother terugkwam. En toen heb ik me gewoon niet getwijfeld en me gewoon ingeschreven. En voilà. Voor ons ben je natuurlijk een winnaar. Maar ja, derde finale, 100 dagen in dat huis. 100 dagen uitgezeten, ja. Dat was wat ik wou. Ja, sowieso wou ik ook het geld hebben, maar nee, uiteindelijk wou ik sowieso ook mijn 100 dagen. Als ik dan in de finale zat, natuurlijk word je dan de winst hebben, maar ik ben ook echt heel blij met mijn derde plaats. Hoe is het om terug in de bewoonde wereld te zijn? Heel gek. Er kwam heel veel op me af. Zoals heel veel mensen die alles van je willen weten. Snatch. En dat is gewoon heel gek van iemand die niet gekend is, om het zo te zeggen, dan één keer dat iedereen alles van u wilt weten en ik krijg continu berichtjes en dat is wel allemaal heel lieve commentaren, dat sowieso. Mm-hmm. En dat is gewoon heel gek om u helemaal op social media te zien. Mm-hmm. Allemaal fanpages en zo, ik was echt helemaal blown. Ja, in The Juice, you always talk about the highs and the lows you all go through in life. Dus over onze hoogtepunten, onze dieptepunten, wat ook heel belangrijk is. Yes. Maar we zullen natuurlijk starten met het positieve. Wat is jouw high? Voor mij is dat denk ik toch wel toen ik mij terug heel goed ben beginnen voelen in mijn vel, nadat ik Soef heb ontmoet. Soef heeft me echt terug... ik heb mij echt een paar jaren, mij wel redelijk slecht in mijn vel gevoeld. Ik lag vaak in mijn bed vroeger gewoon. Ik wist niet waarom, dat ik me slecht voelde in mijn vel. En dat ik vaak lag te slapen. Ik wist echt niet waarom. En toen ik Soef heb leren kennen, werd ik gewoon echt terug happy. En die ziet mij heel graag en ik voel dat ook. En die neemt mij hoe ik ben. Ik kan mezelf zijn en ik denk wel dat het mooiste is. Jezelf zijn met iemand, dus ja. Ben je naar een andere high aan het toewerken? Een ander hoogtepunt dat je in je hoofd hebt? Ik ben wel heel benieuwd wat er op mijn pad gaat komen nu ik klaar ben met Big Brother. Ik wil wel dicht bij mezelf blijven, dat sowieso. Maar ik ben wel gewoon heel benieuwd en wie weet. Ik weet nog niet waar, maar... Is er iets waar je van droomt, stiekem, out loud? Misschien wel ergens iets in de media of zo? Respect in telefoon. What is your low? Ik denk wel het moment dat mijn mama ziek is geworden. Mijn mama die is opgenomen geweest in de psychiatrie. En we hebben het als gezin heel moeilijk gehad. Het is nog niet helemaal verwerkt zelfs. Ik denk dat ik dan Big Brother echt wel nog te weten ben gekomen. Het is heel gek hoe dat allemaal is gegaan. Maar dat was wel echt mijn low in mijn leven. Waarom was dat moment zo'n slecht moment in je low? Omdat mijn mama echt alles voor mij is. En haar gewoon... Dat was precies wat ik haar aan het verliezen was. Het ergste was ook gewoon dat wij... Of ja, het ergste... Het jammeren dat we er als gezin niet echt over gebabbeld hebben. En daarom zitten ik en ik denk ook nog wel anderen van het gezin nog met heel veel dingen of zo. Dus heel belangrijk om te praten. Maar met mama is alles goed, hè. Dus bij mij gaat nu ook alles heel goed. Dus mama terug goed zien was voor mij ook een high. In het gewone dagelijks leven ben je verpleegster. Waarom zit je dat geworden? Ik ben iemand die heel graag gewoon bezig is met de zorg. Het verzorgen van... en vooral met dementerende. Dat heb ik echt zo... Ja, hoe zeg je dat? Draag je een warm hart naartoe. Voilà. Hallo. Ja, en ik heb dat eigenlijk al van toen ik 10 jaar was. Mijn mama was ook verpleegster. En ik zag haar altijd met haar witte schort en zien vertrekken. En ik ben altijd gaan zeggen van, ik wil dat ook doen. En als ik iemand oud zag, dan zeg ik altijd, mama, kijk hoe schattig. Yeah. Zo weet je, dat is het altijd. En ik doe dat. Ik mis het nu ook om gewoon niet verpleegster te zijn. Dus, Perfect, dames en heren, voor de juicy questions. Yes. Je weet het zelf. 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 Je almost won. Dus... Ja. Hoe was het om die 70.000 euro gewoon... Bam! Dat was zo... Fuck. Nee. Nee, het was echt wel... Eerlijk, ik voelde ook wel dat ik niet ging winnen. Dus ik... Oh, shit. Nee. Ik had dat ik wist dat ik mijn 100 dagen ging halen. Ik wist gewoon dat Jill heel sterk stond bij het publiek. Dat is ons altijd al verteld geweest. We voelden dat ook een beetje aan.
ik wou gewoon mijn 100 dagen afvinken. En tuurlijk wou ik die winst ook, dat sowieso. Dat wil iedereen, daar ga ik ook niet om liegen. Maar ik weet niet, het is zo, dat wat, mijn naam werd gezegd dat ik uit het huis mocht gaan. Dat was niet zo van, oh shit, nu heb ik die 70.000 euro niet. Het was echt van, oh my god, ik wil naar mijn geliefde toe. Ja. Dus, en ik, ja, ik gun het haar van harte, dat sowieso. Wat was het gekste dat je ging doen met die 100.000 of met die 70.000 euro? Ik wou het heel graag investeren in een dag en nacht kortverblijf bij mijn mama. Dat is voor mantelzorgers ontlasten, dat je bijvoorbeeld oma naar ons kunt brengen. Mm-hmm. Als je zelf op vakantie wilt gaan ofzo. Ja. Dus dat wou ik heel graag doen. En ook wel eens goed mee gaan shoppen, denk ik. Wat was echt het moeilijkste moment in het huis? Ik denk wel het moment, dat was op een donderdag. Nee, nou. Nee. Ja, ik had gestemd op Naomi. Mm-hmm. En ja, ik heb daar anderen een beetje gekwetst, haarzelf en dan Nick eigenlijk. Dus ik heb me er ook heel slecht gevoeld nadien. Ik dacht dat dat een juiste keuze was. Dus ik had eigenlijk, om het heel kort te zeggen, ik had eigenlijk nooit een belofte mogen maken. Ergens. Maar ik zag er eigenlijk de fout niet van in, tot ik zag hoe teleurgesteld ze waren. Maar uiteindelijk stond ik wel achter die keuze, zo heel dubbel. Ik stond achter mijn keuze, want eigenlijk stond ik er alleen voor. Mm-hmm. Ja, ja. Ja, dat is het leven. Maar ik heb, ja... Ik had er eerst geen schuldgevoel over. Ik dacht, niemand gaat me dat kwalijk nemen. Tot ik dan zag hoe dat de reactie was. En ik voelde me een beetje genegeerd die dag. En ik voelde dat zo. En die emoties liggen echt aan de oppervlakte in dat huis. Hè. Dus als je dan... Ik voel me echt zo slijf, niet normaal. En ik heb echt gejankt. Maar dat was misschien wel echt... Ik heb twee dagen echt wel slecht heb gevoeld dat ik mensen teleurgesteld had. En dat is het laatste wat ik wil doen. Jullie vriendschap en al die mensen in het huis... Dat zag er zo echt uit. Een true friendship. Maar eerlijk. Niet bij iedereen. Ik weet wel dat was ik... het fake? Ik heb niet fake gedaan tegen mensen. Ik heb bij sommigen gewoon... Had ik geen gesprekken. Dat klikte ook gewoon niet. En ik voelde ook langs de kant van hun. En de mensen met wie ik wel een vriendschap had, daar, ja, dat was wel echt... Ik kan me niet anders voordoen. Ik ben ook wie ik ben. En als ik klik, klikt het niet. Klikt het niet? Klik. En als ik gewoon hoor, achteraf zie ik ook interviews en... ik heb hun zien slecht babbelen over mij. I see you. Maar I'm the bigger person en ik doe dat niet. Ja, klopt. Big brother, you woont in the house. Full of cameras. Yes. Overal. Dat is geen dode hoek, hè? Pipi, alles, douchen. Luister, de eerste week was ik geobstipeerd. Ik kon niet naar toilet. Ik durfde niet. Allee, dat is misschien niet zo'n leuk detail of zo, maar... En toen dacht ik, weet je, fuck it, ik doe gewoon mijn batterij eruit. Dus elke keer dat ik naar het toilet ging, deed ik mijn batterij eruit. Maar wat bleek, zo lief als ze zijn, ze deden dat ze volgden je dus continu. En dan als ze die naar het toilet zagen gaan, dan muten ze u. Je hebt een relatie. Ja. Hoe was het 3 maanden zonder jouw boyfriend te zijn? Hard. Ja, ik ga het gewoon zeggen, ik heb een hoog libido, dus ik dacht, ik ga dat zo hard missen daar. En ik heb dat ook gemist, echt zo de eerste weken, want ja, je komt van veel. Ja. En dan gaat je naar niks. Maar uiteindelijk, je hebt 0 prikkels. Dus, en het was ook niet echt iemand die me daar... Prikkelde. Dus dat ging ook gewoon weg op den duur. Ik had echt zo niet de neiging van, als ik dan aan hem dacht, had ik dat dan wel. Dus dan miste ik dat echt super hard. Maar het is niet dat ik iets had van, oh my god, ik kan niet meer. Is er iets wat je geleerd hebt... In je 100 dagen bij de grond? Yes, ik heb geleerd van... ik ben hier buiten, wat ik altijd echt wel een flap uit. Iemand die snel zei wat hij denkt. Echt zo van, ja, ben ik ben niet bij akkoord. Of wat zeg jij nu? En dat kon daar niet in dat huis. Ik merkte wel direct, maar dat was ook... Nederlanders zijn ook heel direct zelf. Dus ik voelde me soms zo'n beetje... Ik dacht dat ik al een fel karakter had, maar zij stonden vaak boven mij. En ik denk dat ik daarom in de... Tot voor de exit, om het zo echt te noemen, niet mezelf was. En eigenlijk heb ik daar soms wel spijt van. Maar op de andere kant... maar beter dat ik niet altijd mijn gedachten heb gezegd, want dan was de sfeer helemaal niet te genieten, denk ik. Dus ik ging dan vaak echt waar gewoon even naar buiten of ik ging naar het toilet zelfs gewoon. Dat klinkt echt heel dom om even gewoon zo van, oké. Want ik heb me daar echt soms gewoon moeten inhouden voor niet te reageren. Lise, kan je ons iets vertellen wat niemand weet van jou? Ja, ik weet niet of jullie het weten, maar ik ben ook wetenschapper. Want ik heb voor de wetenschap getest hoe lang mijn orgasme duurde. En ooit is dat 23 seconden geweest. Ja, ik heb het al eens getest. 1, 2, 3. Broer, dat is lang. Ja, maar ik heb dus toen ik dat voelde aan. Vertel. Ja, ik voelde, dacht ik ga gewoon eens testen, want het lijkt gewoon altijd alsof dat gewoon 5 seconden duurt. Ik dacht, ik werk daar zo hard voor, dus ik denk dan zo, dat duurt maar 5 seconden. Dus ik dacht, ik ga gewoon eens testen, is dat exact 5 seconden? Ik dacht gewoon, ik ga even gewoon voor de science. Dus ik voel dat opkomen.
En ik dacht, oké, start. Oké, goed. En ik dacht, als het dan zo, je weet wel hoe dat gaat, gestopt is. En toen ik stop, 23 seconden. Sorry, maar ik weet niet of iemand het al heeft meegemaakt, maar ik zou gewoon zeggen, probeer het thuis ook eens. Want dat weet je. Voor de wetenschap. Voor de wetenschap, gewoon. Wauw, we hebben zoveel bijgeleerd over jou. Even juicy details. Dank je, dank je, dank je om te komen naar de Juice. You're welcome. En ja, we kunnen niet wachten om jou in de media te zien. Ik ook niet. Dankjewel. Jullie ook heel erg bedankt om te kijken. Dit was het eerste seizoen. It's a wrap, y'all. Yes. We zijn super druk bezig met het tweede seizoen te maken. Dus stay tuned. Check al onze vorige video's nog eens. En je weet wat je moet doen. Like, subscribe, share, comment, show us some love, people. Slide in our DMs. Yeah. But no dick pics. No. Thank you so much, juicy people, juicy family. Yes. Stay tuned. Bye. Dat was een tof interview. Juice, the juice is on fire. Follow the juice. I'm Lisa. Bye.